Tientallen mensen moesten vrijdagavond tijdelijk hun woning uit vanwege een brand in een flatgebouw in Wielwijk. Het vuur ontstond op een van de bovenste etages in het trappenhuis. De brandweer schaalde vanwege de evacuatie op naar grote brand. En veel hulpdiensten kwamen ter plaatse aan de Maarten Harpertstrompweg. De mensen werden opgevangen in een kantine op de begane grond, terwijl de brand al snel onder controle was. Er was nog wel wat rook in het trappenhuis. De brandweer zette ventilatoren in om de rook te verdrijven. Anderhalf uur na de eerste brandmelding konden ook de bewoners van de bovenste etages weer terug hun huis in. De weg is, om de hulpdiensten de ruimte te geven, tijdelijk afgesloten geweest voor verkeer.